Het vak van butenredenen, oftewel tonpraten, dat leek altijd voorbehouden aan mannen. Maar we hebben ook zeer succesvolle vrouwen die dat vak beoefenen. En twee daarvan stonden in januari zelfs in de finale van het Limburgs Butengala. En dat voor de eerste keer in de historie. Eerder al sting Connie Bruinaas in de finale. En zelfs al drie keer bracht ze een Sjoan Buut. En nu, in januari, zal ze er voor de vierde keer staan. Connie, hartelijk welkom. Ja, het vak van butenredenen. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat de vrouwen dan eigenlijk de trom gingen slaan? Nou, bij mij is het eigenlijk het nooit geboren omdat de zoon stopte, de jongste zoon, en ik mijn eindnummer kwijt was. Ik dacht, ja, dan moet ik het zelf gaan doen. Ook hier wordt de tekstschrijver voor u. Ik word de tekstschrijver voor de zoon. En zodoende kost ik een half ei door in kwijt, maar ik had het eigenlijk het leven zelf gedaan. Maar toen had ik puberkinder, dus die begon zo, mam, als het bleef, ga ik dat nooit doen. Tot toen hij stopte, toen dacht ik van, ja, ik voel dat ik dat wel kan. Natuurlijk groeien ze erin. Maar gelijk wie ik de eerste keer met die, ja, had ik zoiets van, dit is wat ik altijd gewild heb. Maar wat maakt dat vak zo schoon? Eigenlijk, iets spelen was een neetbus. Of in ieder geval in de huid van iemand kroepen en lui laten lachen. Ja, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Ik ben eigenlijk het acteren er ook meer. Ja, is er nu een actrice verloren gegaan? Ik denk het wel. Ik heb altijd actrice willen werken, maar toen sloeg een kapsel om te wachten. Dus geen flauwekul, dat is zeker, dat wordt ze maar. Dat is volgens mij wel een goede inspiratiebron in Kapsalon, hè? Want daar gewoon de verhalen natuurlijk maar daar komen de buten van mij al goed. Dat is serieus. Ik ga nu bij de lui toes knippen en s'avonds toes komen, moet ik meestal gewoon pennen. Want de humor, ja, eigenlijk is het, ja, de lui vertellen het niet onder de noemer humor. Maar wat ze vertellen is humor. Maar zijn ze niet bang dat ze straks, als ze gaat vertellen, dat ze dan vervolgens een half jaar later in de Schouwburg zitten en haar eigen verhaal terug? Ja, dat is, want dat heb ik er dan van tevoren gezegd. Ik zeg, jij vertelde mij toen dat. Ik zeg, ik heb het een beetje verdreid, maar ik gebroek dat. Oh, kindjes, prima. Neem eens een verhaaltje, even een korte anekdote, dat je op die manier hebt ontdekt. Nou, vorig jaar heb ik dus wat blieft de tijd over een mevrouw die dus, ja, door de tijd natuurlijk aangetast wordt, dikker geworden. En ik kom altijd bij mevrouw, die is vrij corpulent, dat is een geweldig type. En die heeft zo'n enorme zelfspot. Dus die vertelde dan dingen over haar eigen. En toen dacht ik van, ja, dat moet erin. Ik kan nu even zo aan een minuut niet naar voren halen welk citaatje. Maar ja, dan vertel ik je dat ook van, ik gebroek dat, vind je dat goed? Maar kind, doet maar. Ja. Ja, je stond nu ook in januari in de finale. Ja. Zullen we eens even een klein fragmentje laten zien van een oude buut. Want de nieuwe uiteraard, die loven heb ik eens niet gezien. Okay. Klein fragmentje van de oude buut van de Goed 2011, geloof ik. Hè? Ja. Wie heet ze? Wat een wiesnaas. Wat een wiesnaas. Oh, ik ga je al gezien wie je hier binnenkwam. Ik vind er niks aan. Hier zijn alleen maar allemaal grote mensen. En ik, hè? Ik vind grote mensen stom. Je moet ze niet. Nee, wat weet je wat een grote meneer daarachter net tegen mij zag? Kindje toch? Doe zuster Oedem op te vreten. Oh. Dat is toch stom? Papa en mam kotsen me goed. Ja, Connie, dat is zo, hè? Ja, wat wordt het voor dit jaar? Dit jaar ga ik doen 100% puber. Eigenlijk is het, op wat je net gezien hebt, eigenlijk een voorbeduren, omdat dat type beetje een tikje brutaal, een beetje de spot drieven met leerkrachten, ooiers. Ja, we zien hier het pleitje wat de bijheurt achter u. Ja, inderdaad, ja. Dat heb je weer goed opgemaakt, zullen we maar zeggen. Ja, maar dat vind ik ook heerlijk, om dat dan te overdrieven. Maar ik heb zelf twee jongens gehad, pubers, dus de hele mimiek en het taalgebroek, ja, dat loog voor de hand, want dat heb maar ik natuurlijk jaren. Maar dat is zelfs toch ook een pubertnummer gaan, hè? Dan moest het niet dat de kenjer een schuiven, hè? Oh. Maar dat ligt het verste in mijn geheugen. Maar eigenlijk speelde ik dat puber niet, want mijn man, die had zich kapot zitten lachen, zag ze zo'n vervelend jong woord toe. Ja, want dat is een beetje mijn vraag ook. Kijk, bij de mannen, het woord in de mannenwereld, hè, dat is even een beetje mee begroosd, dat zussen toch heel dik dezelfde thema's terugkomen. In de zin van, het zijn vaak, laten we zeggen, heel simpel gezegd, de schoonmoeders die het moeten ontgelden. Ja. En dat soort. Wie zit er bij de vrouw nu? Heb je hier eigen thema's? Of zeggen van, ik wil vooral niet vervallen in de bekende vooroordelen die er bijvoorbeeld over oudere vrouwen of over tieners in dit verband zijn? Ja, kijk, over oudere vrouwen zelfspot werkt natuurlijk altijd. Ik bedoel, het gaat hangen, het gaat vervallen, dat werkt altijd. Maar als vrouw kent ze niet,
schoenmoeder. Kindswaal, maar dan is het vanuit een andere hoek. Dus ik probeer altijd zelf de spot of de spot te drieven met mezelf, met het oorweren. Of iets wat ik zelf. Kijk, ik ben zelf een wies naast vroeger geweest. Ik ben een verschrikkelijke puber geweest, volgens mijn oor. Dus dan hoeft ze niet diep te graven, dan blijft ze in principe bieden eigen. Maar lukt het angst voor wie voor kunst zit dat ze eerst keer in dezelfde thema's zoveel als buitenarena? Want dat is gewoon geregeld gebeurd dat er door verschillende buitenareners een soortgelijk iets gespeeld werd. Nou, ik heb toevallig ben ik over iets nieuws aan het denken en huurde ik zaterdag, dan heeft toch ventileerig dat iets. Volgens mij is de persoon met zoiets ook, ja. Als ik dat dan huur, ga ik natuurlijk dan niet op verder borduren. Want dan krijg je een vergelijking en een man brengt zoiets en een vrouw. Dus ik wil altijd toch een thema, meestal wat een man niet kan brengen. Ja. Moet je als vrouw heller bewijzen, denk je? Juist omdat het in de mannenwereld is? In het begin heb ik er heel veel moeite met gehad. Eerlijk hoor, ik dacht toen dat ik iets kost. Maar dan kom je in de mannenwereld. De oude rotten, ik keek er enorm tegenop. Alles wat die zeiden, wat misschien opbouwende kritiek wordt, waar ik ram van de wab af. Dan dacht ik, zusje, wat ik ken dat niet. En maar nu, na een aantal jaren, dit is ja, het vijfde jaar dat ik meedoen, denk ik van, ik huur er nu onderaan bij en ik ken dat ook. Alleen een vrouw belicht het natuurlijk door vrouwenogen. En dan is alles toch anders. Maar dat is geen gezonde rivaliteit of zo, dat de man... Natuurlijk wel. Ik bedoel, in het begin had ik het niet zo, maar nu stond ik weer in de finale. En nu heb ik dit jaar wel zoiets. Begon ik ook voor de winst. Andere jaren had ik altijd zoiets en het was oprecht. En ik zei van, oké, ik zit er weer in. Toppie. Maar nu... Nee, nu gewoon niet ervoor. En nu veel ik van... Kijk, dat is ook de goeie mentaliteit. Dat moest toch hebben. En dan maken die roers nu vrouw of man best. Als de kwaliteit van de buurt goed is, die veurdracht goed is, dan zitten ze de rol. Nou, volgens mij deed zich het fantastisch. Als je zal eens zien wie die hiet te keren geeft, dat is al prima. Dus ik denk dat dat een belangrijke vuurwaard is. Alleen, Jantje Gerard zit er dit jaar ook in. En dat is natuurlijk toch een zware dobber, hè? Ja, oh, joh. Maar niet alleen Jan Gerard. Ik bedoel, er zijn meerdere buurts dit jaar waarvan ik denk van, wauw. Maar dat wil niet zeggen dat ik me daardoor minder... Gewoon vullen, want ik voel dat ik in een goede buurt in Henje heb. Dus in Oranjerie, ik heb meestal dan geen last van zenuwen. Want ik denk gewoon, ik stond er al dus. Maar ik gewoon hem er wel, ik gewoon het er moeilijk maken, absoluut. Ja, dat is ook de chique mentaliteit. Hè. Zeg maar, heb ze ook voorbeelden? Dus is nu net, de heb ze zich laten inspireren of te laten bekritiseren door grote buurtreters hier. Welke zin dat? Ja, dat vind ik altijd heel moeilijk, een naam te noemen. Want iedereen... Mogen ze de goede buurt en de minder goede buurt nog altijd Pierre Knoops. Ik bedoel, het cupje alleen al. Pierre hoeft de mond maar open te doen en de lui lachen. Ja. Ja, en voor de verderaars vind ik dat heel veel een goede buurt ooit hebben gemaakt. Maar echt nog specifiek. Ja, en Jan Gerards bijvoorbeeld heeft ook iets. Die hoeft er met te gaan storm dat... Dit is de uitstraling, denk ik, de tijd. Ja, dan... ik had verwacht, hoe kon hij dat ze zag als Erna van Gerwe. Want Erna van Gerwen is de enige vrouw die ooit eens gewonnen heeft. Ja, dat klopt. En daar ben ik al naartoe geweest. Maar dat is voor mijn tijd. Ik weet al helemaal niets. Ik heb ze nog gezien. Oh, oké. Okay. Ja, ik kan me er niks van herinneren. Ze gaf me geen foto. Ze had geen beeldmateriaal meer. Ik weet er verder niks vanaf. Maar kom je die vlechtjes nog herinneren? Die had van die mooie vlechtjes. Had die, en is die opgekomen? Ja, dat was in die tijd was dat natuurlijk een wereldwonder. Ja. Een vrouw in de buurt. Ja. Dat was ongekend. Ja. En vooral als die op zo'n dorpje meis komen weer dan zo. Dan was dat echt... Maar dat was top ook. Maar wie echt de allereerste keer met die toen geliek. Maar toen kon ik er niet. Zeiden ze, mo, toen best precies Erna van Gerwen. Wie ze deus, wie ze kalt. Dus ik zeg, ja, dan moet ik die vrouw ontmoeten. Want ja, toen heb ik er vorig jaar ontmoet. Dat was ook wel heel leuk. Want dat is een... Pittige tante, een nondeknetter. We hebben net gehad over concurrentie en de mannenwereld. Hè. Wie zit er mee in de zaal? Als vrouw opkomt en de moest voor een volle zaal staan, werd ze dan ook anders, denk je, bekeken dan dat een man is die op de planken staat? Inmiddels denk ik, omdat ik zoveel jaren al aan het optreden ben en ik weet het debuut van het kindje, de Wiesas, werd binnen overal top ontvangen. Inmiddels kennen ze dicht al een beetje. Maar helemaal in het begin natuurlijk kieken ze zich aan van, oh, meent kunt je heel lollig zitten te zien. Ja, en dan heb je nog natuurlijk het verschil tussen zittingen. Want een seniorenzitting is ook weer gans gedankt dan een manszitting natuurlijk. Seniorenzittingen geweldig. Rustig praten, dat eerder woord ook duidelijk overkomt. Ja, dat vind ik ook dankbaar voor die mensen. Als ze die aan het lachen kregen, ja, het duurt wat langer. Dus de pauzes moesten een beetje tot de lach vult. Want
Maar ja, een bepaald soort zittingen, ja, weet ik dus nu al uit ervaring dat ik dat dus nimmer ga doen zonder naam en toeter. Ja, dat, als er eenmaal drank in zit en die komen voor andere doeleinden, dan is het gewoon zonde dat ze nog energie gaan steken in het brengen van de buurt, want daar zitten ze niet op te wachten. Die draaien zich vaak de rug om. Dat ik denk, wat stom ik hier te doen. Nou ja, dat leer ze ook door de jaren her. Dus in het begin heb ik daar wel eens gestangen, hoos jankertje. Ik dacht van, oh, ligt je dan mee? Nee, dat ligt niet aan mij. Dat ligt. Dat gaat helemaal goed komen op 1 januari volgend jaar. Maar ik heel veel succes wensen. Dankjewel. Ja, en even Connie is er nog een vrouwelijke finaliste. En dat is Sylvia Ramakers uit Kadier en Keer. En ook aan haar vanaf deze plaats heel veel succes.